Dag dames en heren. Grote verschillen zagen we vandaag in ons land op weergebied. In het noorden van het land bleef het overwegend droog met zonnige perioden, zoals hier bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland. Daar kwamen ook de hoogste temperaturen voor, in het noorden dus, van lokaal wel 23 of 24 graden. Nou, elders scheen ook wel af en toe de zon, maar daar kwam het in de loop van de dag ook tot een paar stevige regen- en onweersbuien. Af en toe echt een stortbui, met name in het oosten van het land, waaruit lokaal ook wel 10 tot 20 mm neerslag omlaag kwam. Nou, met die buien blijven we ook de komende dagen te maken houden, met name in het midden en zuiden van Nederland. Want het noorden heeft vaak te maken met een hoge drukgebied boven Scandinavië, dat zien we ook op deze kaart. In het uiterste noorden en noordoosten droog weer met geregeld ruimte voor de zon, omdat de invloed van dit hoge drukgebied net tot die regio reikt en daar worden de buien dus onderdrukt. Elders in het land wel bewolking en van tijd tot tijd buien, en dat zijn soms echt stevige buien met dus veel regen in korte tijd. Zetten we het zaakje in beweging, dan zien we dat er de komende 24 tot 48 uur niet zoveel verandert. Ook morgen, vooral in het midden en zuiden van het land, van tijd tot tijd flink wat regen, overwegend bewolkt weer, terwijl het noorden ook regelmatig de zon krijgt te zien. Nou, ook tijdens het Pinksterweekend verandert daar niet zo heel veel aan, al zal in de loop van het Pinksterweekend het aantal buien wel wat afnemen en ook geleidelijk steeds verder naar het zuidoosten verplaatsen. Aan de temperatuur, ja, verandert eigenlijk ook niet zo heel veel. Het blijft best wel aangenaam voor deze tijd van het jaar, met meestal maxima rond de graad of 20. Nou, dat zien we ook vanmiddag. In het noordoosten is het een stuk warmer, met daar lokaal wel 24, misschien zelfs 25 graden. Elders veelal een graad of 20, met verspreid over het land een paar buien, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Nou, vanavond is dat niet veel anders. In het uiterste noordoosten en noorden blijft het overwegend droog. Misschien dat er een enkele bui valt. Elders zijn er veel meer buien en de temperatuur daalt daarbij naar een graad of 16. En komende nacht, onder de bewolking, koelt het niet veel verder af dan 12 of 13 graden. Nou, bij dat alles staat er maar heel weinig wind, kracht 1 of 2 uit veranderlijke richtingen. En morgen zien we eigenlijk dezelfde tweedeling. In het noorden een groot deel van de dag droog, met daar zonnige perioden en maxima tot 23 graden aan toe. Later zou er wel een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Elders is het overwegend bewolkt, met vooral dus in het zuidoosten en zuiden van het land in de loop van de dag dat regengebied. En dan kan het van tijd tot tijd echt flink doorregenen, met in delen van Limburg misschien wel 20 tot 30 mm neerslag tot en met de nacht naar zaterdag. Temperaturen daar onder die bewolking niet veel hoger dan een graad of 17. Kijken we dan naar de dagen daarna, en vooral natuurlijk het lange Pinksterweekend, dan zien we dat met name zaterdag en zondag wisselvallig verlopen, met verspreid over het land buien. Soms kan daarbij ook nog onweer voorkomen. Maar maandag volgt een droge dag, met meer ruimte voor de zon en maxima al die dagen rond een graad of 20. In het binnenland soms enkele graden boven de 20. En ja, vanaf dinsdag keren de buien weer terug. Misschien dat het dinsdag ook wel wat langere tijd gaat regenen. En aan de temperatuur verandert voorlopig niet zo heel veel. Dat zien we ook op de lange termijn. Tot en met halverwege volgende week liggen de maxima rond 20 graden. Daarna zijn er signalen dat het mogelijk wat warmer wordt, onder invloed van een meer zuidelijke stroming. En misschien dat in het binnenland tegen die tijd de temperatuur wel een keer kan uitkomen rond 25 graden. Ik wens u nog een mooie dag.